Nope. Mensen, welkom bij een gloednieuwe vlog. Wij zijn vandaag in het bos en we zijn in het zesde bos, maar dus weer in een ander gedeelte dan waar ik de vorige keer was geweest. Hij ziet me niet, dat is kut, want de zon schijnt achter mij. Like, what the fuck. We gaan, holy shit. Dit een van die, oh, dat zie je wel beter. Dan zie je, kijk, super cool, check it out. Ik doe ik ook hoor. Ja, maar dit is super. Ja. Dat is toch echt super cool. Zitten gewoon van die mensen op van die mountainbikes. Zitten gewoon te rijden en te crossen. Echt super cool. En nu gaan we een route lopen. Zo, dan zie ik je zo. Tot zo. Dames en heren, wij gaan niet zomaar een route lopen. Wij gaan een fotoroute lopen of zoiets dergelijks. Oh ja, lintje. Maar wij gaan dus een fotoroute lopen. Ik weet niet precies wat het inhoudt, maar... Auw! Sorry, ik zat het weer. Oké. Okay. Maar... Hier, Marijn, kijk. Kijk, ik zal het even laten zien. Kijk, dat is zo'n bordje of zo. Ik weet niet wat het inhoudt, maar... Oh. Wat is, ja, het is in ieder geval iets met het zuidste bos. En... Nou, daarom gaan we deze bordje volgen en dan gaan we die route lopen. Dus ja, dat... Wij gaan rechtdoor. Dan zit daar een mountainbike route zoals je kan zien. Zo. En wij moeten rechtdoor. En ja, dan gaan we weer verder lopen. Tot zo. We zijn nu eigenlijk een soort van verkeerd gelopen weer. Want we gingen overstikken op een gegeven moment. En toen zo'n bordje met rechtdoor. Maar ja, dat, er zijn nu geen bordjes meer. Echt super raar. Dus nu gaan we weer de andere kant op. En kijken of we dan daar wel gewoon een bordje zien, zeg maar. Want... Deze weg, die hier achter mij loopt, staan geen bordjes. Dat is echt super irritant. Of soort van, weet ik niet eigenlijk. Dus wij gaan nu op zoek naar de bordjes. En dan zie ik je denk ik zo weer. Dat er opbouwen. Hij stak daar bijna. Wauw. En we gaan nu weer op weg naar de auto. Want ergens daar aan het einde zou de auto zijn. En dat weten we niet zeker. Weet we niet zeker, maar we zien het vanzelf wel. En hier ben ik al eens eerder geweest. Misschien kan ik zien, ik weet niet of dat nog hetzelfde was, maar ik ben hier. Bij deze plek ben ik al eens eerder geweest, want ik was ook een keer met mijn moeder naar het Zeisse Bos geweest. En met Ceder. En voor mij ook met de Karel, geloof ik, maar ja, dat weet ik niet eigenlijk. Maar dat is sowieso ook waar die trimbaan is. En ik heb ook nog helemaal daar echte. Heb ik ook nog bij het jagershuis gegeten, zeg maar, nou niet gegeten, maar gedronken en wat borrelhapjes genomen, goed. Of hoe noem je dat ook weer, van die snacks, weet je, van die frituur mini snacks dingen. Dus, dat had ik ook gedaan. Dan gaan we nu weg naar de auto en dan zie ik weer zo, die zon, jezus. Maar dan zie ik weer zo, tot zo. En kijk, het hartekamp van Zeisse Bos, holy moly. Maar hier ben ik ooit geweest, ook als je naar de achter kijkt, zeg maar daar. Daar is dat bijzonder veld, dus heb ik ook een keer geweest voor de avondvierdaagse. En ook, die bank heb ik ook gefilmd met de avondvierdaagse en zo. En we gaan nu weg naar de auto. Er kunnen de auto beginnen. Ja, het was nog net nog 5 kilometer geloof ik. Of zo stond er op die bordjes in ieder geval. Maar dan zie ik je denk ik zo weer. Tot zo. Nou, dan moest nu blijkbaar dus nu wel blijkbaar bijna bij de auto zijn, anders werkt het ook echt niet meer. Oké, mensen, we blijven nu net zo lang vloggen totdat we bij de fucking auto zijn. Maar voor mij zijn het ook echt wel bijna. Want ik zie, ja, Jezus man, niet te geloven. Ik zie de auto al staan, het duurde echt super lang voordat we waren. Het leek wel alsof we heel Zeist door moesten lopen. What the fuck? Sorry. Maar het is gewoon niet te geloven hoe lang het heeft geduurd voordat we bij de auto zijn. Holy fucking moly. Maar ik ga dan ook zometeen ook weer naar de groep toe.
Want dit is eigenlijk het laatste dagje van mijn vakantie. En morgen moet ik weer naar school. Oh nee. Maar ja. Hoop. Ben ik de camera laten vallen. Maar. Daar is de auto. Hartstikke. Oh, moet ik even uitgeven voor de scheid op in. Ik wil zeggen, hartstikke mooi. En. Dan ga ik weer naar de groep. En dan. Zie ik je daar weer. Tot zo. Yo mensen, ik ben nu op mijn kamer in Bos en Duin. Op de groep. En het is een beetje donker. Oh, what the fuck? Oh, helemaal donker nu. Maar ik wou de vlog hierbij afsluiten. En dit is ook de laatste vlog van mijn vakantie. Maar jongens, er komen nog meer vlogs. Ik beloof het. Maar ik hoop dat je hebt genoten van de laatste vlog van de vakantie. Vergeet dan zeker niet te abonneren, een reactie achter te laten, te delen met je vrienden. En natuurlijk een mooie blauwe duim te geven, zou ik super fijn vinden. En natuurlijk laat me later bij een volgende vlog. Later mensen.